Dames en heren, de Rusluie is een waar gebeurd verhaal. Een ongelofelijke geschiedenis van boeren, vlasboeren en wevers die vanuit Friesveen vertrokken naar Rusland. Aanvankelijk deden ze dat met een mars op de rug en dan gingen ze Duitsland in of ze gingen Vlaanderen in om daar hun spullen te verkopen. Maar op een van die reizen hoorden ze over een bijzondere stad die net gesticht was in 1703 door Peter de Grote. En Peter de Grote had gezegd, buitenlanders, kom maar. Dus die Friezenveners dachten, daar valt wat te halen. En ze waren heel erg arm. Dus ze pakten hun huifkar, dat noemen ze in Twente een kleedwagen. En ze stopten die vol met linnen, zaden en olie. En zo vertrokken ze. En je kunt het niet geloven, maar ze deden maar 3 weken over. Deze boeren die gingen daar naartoe vanuit armoe. Want ze werden eigenlijk overheerst door de heer van Almelo, die had het land en daar moesten de boeren pacht voor betalen. Maar hij had ook het recht op wind en water. Dat betekende dus als het land onder water liep, dan mochten ze geen molen bouwen, tenzij ze een heleboel krentenkoeken of oliekoeken betaalden, zoals ze voor hun land boterpacht moesten betalen. En nu het boek. In toegankelijk geschreven korte hoofdstukken wordt de lezer meegesleurd door het overrijksgenootschap over hobbelige zandwegen, overdekt door meters sneeuw en ijs, door Duitsland en Polen naar het mondaine Petersburg van de 19e eeuw. Je ziet op een gegeven moment dat die kooplieden steeds rijker worden en dan zijn het geen arme boeren meer, maar dan zijn ze deel van de beau monde en zijn ze chic. En dan laten ze dure huizen bouwen, ook in hun plaats van herkomst in Friezenveen, want aanvankelijk blijven ze nog heen en weer reizen. Deze roman, en die komt bij de kern van de zaak, is een familie-epos. 6 generaties van 1 familie maken maar liefst 3 revoluties mee. De Bataafse revolutie, de Franse revolutie en, Bart zei het al, de Russische revolutie. Toen was het afgelopen voor hen. Tegen die achtergrond, die grote historische achtergrond, voert elk personage een persoonlijk gevecht om de vrijheid. Soms in landsbelang, soms uit lijfsbehoud. En ieder zoekt zijn eigen waarheid en een ontsnapping uit zijn persoonlijke ellende. En die oplossingen die ze vinden, dat blijken niet altijd echt oplossingen te zijn. Want vaak zie je dat vrijheid omslaat in onvrijheid. Zoals ook elke revolutie een dictatuur kan uitlokken en elk vredesbesluit een nieuwe oorlog. Vrijheid bestaat niet, zei de gekken. Dat is een citaat van Alexander Pushkin. En dat is waar dit boek uiteindelijk over gaat. De vraag naar wat vrijheid eigenlijk is. De Rusluie. En u kunt de Rusluie kopen bij...